loop je zo'n rondje door Hengelo Gelderland. En ja, het is kerst in de Achterhoek. En wat kom ik daar tegen? Een kersthuis. Nou, hier moet ik echt het mijne van weten. En ik ga nu even bij de mensen bellen of ze thuis zijn. Want ik heb toch wat vragen in mijn hoofd. Hoe duur is dat en waarom doen ze dat en zo van, kom maar mee. Hey, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Nou, Armin Schreuter van RTV Achterhoek. Goeiedag. Nou, ik kom hier langs lopen en heel toevallig stoot ik hier op je huis. Ja. Ik heb toch wat vragen. Wat denk je? Mag ik je wat vragen? Zeker mag je dat, mag je dat. Maar ik denk dat we het beste binnen even kunnen doen. Mooi alle rust. Ja. En een stukje warmer. Zullen we het doen? Kom maar mee. Ja? Toch? Nou, ten eerste bedankt dat ik binnen mocht komen. Daar heb je voor. Ten tweede, hoe heet jij? Nou ja, ik ben dus Dennis Verhagen, 35 jaar, wonend in Hengelo, kersthuis natuurlijk. Ja, daar wou ik met jou over hebben. Dit is jouw huis, het kersthuis. Ja, ons huis, hè? Ons huis. Ja, oké. Okay. Met van, het gezinnetje, hè? Niet alleen van jou, maar je hebt nog een familie. Ja, ja. En het is jullie kersthuis. Ja, ja. Ja. Ik heb het van buiten gezien, het is prachtig. Het is echt super, de kerstsfeer zit daar echt dik in. Ja. Hoe lang doe je dat al? Ja, eigenlijk sinds ik geboren ben. Zo kun je het eigenlijk bekijken. Het is natuurlijk eigenlijk in het verleden met mijn vader en broer gedaan. Ja. En ook altijd bij mijn ouders thuis. Dus ja, eigenlijk, ik ben 35, wij zeggen dat we het 35 jaar doen. Dus dat is dezelfde ruime tijd. Ja, ja, ja. Ja. En dan wordt elk jaar wordt er nog weer eens iets aangepast en veranderd, neem ik aan. Ja, het wordt meer. Ja. We veranderen ook nog wel eens. Kijk, want ja, als je het elk jaar hetzelfde doet, is de leukigheid er ook af. Dus we veranderen geregeld en er komt gewoon steeds meer bij. Dus je bent het eigenlijk ooit een keer met je vader, met je broer mee begonnen. En ja. Waarom zijn jullie het begonnen? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, waarom? Kijk, ik weet eigenlijk niet beter alsof het zat bij mijn ouders aan het huis. Niet zo als wat wij nu hebben. Ja. Maar ja, goed, het had wel wat, weet je wel. Ja, en op een gegeven moment, mijn broer die werd op een gegeven moment wat ouder, weet je wel. Ja, ik werd ouder. Nou ja, dan ga je automatisch helpen. Nou ja, en ik ging eigenlijk meer de richting met de lichtjes. En mijn broer ging eigenlijk meer naar de kerstdorpjes. Okay. Dus ja, dan pak je eigenlijk gewoon een totaal plaatje. Ja, en zo zijn we eigenlijk gewoon ermee begonnen natuurlijk. En dan mag ik eigenlijk ook aannemen dat je hier ergens rond in of op het huis ergens ook een soort eerbetoon, een verwijs naar je broer en naar je vader hebt hangen of staan. Of... Ja, klopt. Zoals je waarschijnlijk buiten gezien hebt, waar wij boven het dak sterren staan. Inmiddels staan er vier op. Maar eigenlijk de twee sterren aan, als je voor de woning staat aan de rechterkant, bovenop, dat zijn eigenlijk de sterren uit eerbetoon van hun, zeg maar. Eentje mijn vader en eentje mijn broer. Ik mag aannemen dat ze heel trots zijn op jou, dat je het eigenlijk door gaat geven. Denk ook aan je kinderen. Ja, 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 ik hoop dat ze het allebei willen natuurlijk. Kijk, ja, ze zijn er allebei sowieso al gek van. Mijn dochter, ze zeggen ook al met kerstlampjes, vindt ze ook mooi. Ja, ik ga er wel vanuit dat door blijft gaan. Door het raam, ik zie mensen met elkaar. Ik ben liever alleen, met geen mens om mij heen. In gedachten denk ik terug aan vorig jaar. Oh.
dan weet ik dat jij daar op me wacht. Nou ja, ik heb al gezegd, het is kerst in de Achterhoek. En zeker hier in Hengelo, Gelderland, ja. Toch? Ja, ja. En zeker hier bij jullie en rond het huis van jullie. Ja. Maar zoveel lampen, zoveel lichtjes, daar heb je toch zeker zat werk aan, of niet? 4 weken dit jaar. Ja. Dit jaar zijn we gewoon echt 4 weken bezig geweest. Ja, we zijn er wel eerder begonnen, maar als je eigenlijk gewoon alle tijd bij elkaar opstelt, ja. Dan is gewoon 4 weken intensief, van 's morgens tot 's avonds ben je gewoon bezig. Ja. Dus ja. En dan gaat ook geregeld iets stuk, mag ik aannemen. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ja, inderdaad, dit jaar zelfs al een heel mooi stuk wat we eigenlijk altijd aan de voorgever hadden. Een mooie auto met een kerstman erin, met een kerstboom op dak, verlicht. Ja, die is helaas dit jaar gestopt met branden. Oké. Okay. Dus ja, die hebben we nou apart liggen. Ik wil wel kijken of ik hem weer gemaakt krijg, maar ja, goed. Voor volgend jaar. Kijk, nou hebben we er wat anders voor in plaats. Ja, en dat is net wat ik zeg, weet je wel, dat is een van de veranderingen wat we gewoon dit jaar weer hebben. Ja, en volgend jaar veranderen we het dan in principe gewoon weer. Ja. Zo blijft het elke keer anders. Klopt. En elk jaar weer nieuw. Ja. Dan maar zo te zeggen. Ja, ja. Inderdaad. Kijk, het trekt zeker veel bekijks ook, neem ik aan. Ja, ik heb net buiten gestaan en ik heb al wat auto's langs zien komen. Ja, klopt. Nu, binnen die korte tijd. Dus, ja, hoeveel bezoekers heb je eigenlijk zo gemiddeld, denk ik? Oeh, ja, poch. Kijk, ik denk een beetje als je alles bij elkaar op gaat tellen, gaat er geen 10 minuten voorbij. Of er komt wel een auto voorbij, of een gezin voorbij lopen, of fietsers, of... Ja, zeker wel binnen 10 minuten wel iemand. Nou, ik denk je maakt de mensen nog een klein beetje blij daarmee. Ja, toch? Kijk, blij, nieuwsgierig. Ja. Ja, want we blijven Hollanders natuurlijk. En ja. We blijven nieuwsgierig, hè? Ja, dus nieuwsgierigheid is ook een goede eigenschap eigenlijk. Ja, ja, ja. En nog iets. Ik neem aan, je maakt nog meer mensen blij. Ja. Omdat jij buiten heb ik een bus, een donatiebus, zien hangen. Klopt. Voor welk goed doel is het eigenlijk? Nou ja, goed, kijk, ik kan het je gelijk vertellen, maar er zit natuurlijk een verhaal achter. Ja, dat is net wat we zeggen, dit is eigenlijk ontstaan met vader en broer. We hebben het nou 2 jaar echt puur uit hun naam gedaan. Maar toen zijn we op een gegeven moment aan het kijken gegaan van ja, wat kunnen we nog meer? We kunnen in dat ding blijven hangen, maar wij kunnen ook gaan kijken van wie kunnen we nog meer blij maken. Ja. Nou ja, zo zijn we een beetje aan het rondzoeken gegaan en zijn we uiteindelijk bij Make a Wish uitgekomen. Ja. Dat is eigenlijk een stichting die ongeneeslijk zieke kinderen een dag van hun leven bezorgt nog. Ja, en ik had zoiets van ja, kijk, als wij als volwassen mensen ongeneeslijk ziek zijn, wij kunnen daar makkelijker mee omgaan als een klein kind. Kijk, het is voor een volwassene ook wel moeilijk, maar voor een kind helemaal. Ja, ja. en ik heb zelf een paar kinderen. Kijk, en ja, zoiets wil je niet op je geweten hebben, dat je daar niks meer voor kunt doen, om het zo maar te zeggen. Dus wel eens iets van, nou ja, wij gaan er voor hun eens kijken wat we voor hun kunnen betekenen. Ja. Vandaar dat wij voor Make a Wish gekozen hebben. Nou, een best goede bedoeling, vind ik. Ja, ja, vonden wij zelf op zich ook wel. Nou, en als jullie dan eens een keer zin hebben om dat huis te zien, en jullie staan daarvoor, dan doen we dan één plezier. Gooi je één of het andere dubbeltje of een euro of wat meer in de bus die buiten hangt en ondersteun Make a Wish. Ja. Toch? Ja, het mooiste is, we hebben dan op onze Facebookpagina hebben een dingetje staan op de foto met de kerstman. Ja. Tegen een vrijwillige bijdrage voor Make a Wish. Mooi. Kijk, en we hebben ook gezegd van als ze dat willen, geef het ons aan door middel van een privébericht of op de Facebookpagina zelf. Dan gaan we kijken van wanneer kunnen we dat inplannen, want ja, het is natuurlijk wel leuk als je een kerstman bij op de foto hebt staan bij zo'n huis met je eigen kinderen of kleinkinderen of wat dan ook. Nou, vertel even, wat is de link? Onder welke naam kunnen ze jullie vinden op Facebook? Dan zetten wij het straks daaronder. Wij zijn te vinden op Kersthuis Hengelo GLD. Ja. Dat is een pagina, daar zijn we op te vinden, die kun je liken. En ja, daar wordt eigenlijk ook alles bekendgemaakt, wat gaan we doen, of wat hebben we in de kast zitten voor actie, of wat wil je, of noem maar op. Nou, prima. Dan zou ik zeggen, kom eens gewoon hier en
kom eens een kijkje nemen. Het liefst als het een klein beetje donker gaat worden, want dan ziet het natuurlijk bijzonder prachtig uit. Ja, sowieso, want bij ons gaat in principe, dat staat op onze Facebook, vanaf 6:30 avonds gaat de verlichting aan. Oké. Tot zo'n beetje de klok rond 11:00. Dan is het ook weer gedaan, want ja, je kunt natuurlijk wel alles aanlaten, maar je moet ook een beetje in de omgeving aan denken. Ja. Dus dan zijn we gezegd vanaf 5:30 s'avonds tot een uurtje of 11:00 is alles aan hier. Nou, dan zou ik zeggen van harte bedankt dat wij een kijkje mochten nemen, dat je ons uitleg hebt gegeven. Jij ook bedankt. En we komen zeker nog eens een keer terug. Dat gaan we doen. Ja, ook bedankt. Het was gezellig. Zeker, dat vonden wij ook. En ik zeg tot volgend jaar misschien. Tot volgend jaar, hè. Succes. Hey, fijne avond, hè. Ja. Hoi, hoi. Nou, dit was even een verslagje vanuit het kersthuis in Hengelo. Ho, ho, in Gelderland. Willen jullie ook eens een keer een kijkje nemen? Nou, dat kan, want we zetten hier nog eens een keer de link naar de Facebookpagina. En neem dan even contact op. En kom zelf even een kijkje nemen. Thank you.